Kunnen wetenschappers straks een nieuwe vinger in een potje laten groeien? Dit is de Universiteit van Nederland. Een vinger in een potje. Ik ben arts van huis uit. En ik heb dus in het begin patiëntenzorg gedaan. En op een gegeven ogenblik, toen kwam ik tot de ontdekking dat ik veel vaker eigenlijk vroeg hoe en waarom en wat. In plaats van wat kan ik voor deze patiënt betekenen. Dus dacht, nou, hier moet ik misschien maar mee ophouden. En wat anders gaan doen. Dus toen ben ik onderzoeker geworden. En dat is ontzettend leuk, want dan kan je eigenlijk doen waar je zin in hebt. Als je daar maar voldoende argumenten hebt voor datgene wat je leuk vindt. En voor datgene waar je geld voor kunt krijgen. Ik heb 25 jaar gewerkt met heel veel plezier. Dat doe ik nog steeds aan bloedvaten. Daar ben ik eigenlijk min of meer toevallig ingerold. Maar dat is wel een heel mooi gebied gebleken. Ik heb eerst gewerkt aan genezing van bloedvaten als ze beschadigd zijn. Hoe herstellen ze dan? Dat is heel erg van belang, niet zozeer bij wondjes, ook wel een beetje, maar vooral bij behandelingen die door de cardiologen in het ziekenhuis gedaan worden. Daarna heb ik 8 jaar gewerkt aan hoe maken we eigenlijk bloedvaten in het lichaam. Wij zijn geneigd, denk ik, om te denken dat we geboren worden met een bepaalde hoeveelheid bloedvaten, dat daar niks aan verandert. Maar wij maken eigenlijk voortdurend nieuwe bloedvaten en er worden ook weer bloedvaten afgebroken. Hoe gebeurt dat en hoe kunnen we dat op een of andere manier stimuleren? Bijvoorbeeld bij iemand met etalagebenen of bij iemand met een hartinfarct of met pijn op de borst bij inspanning, kunnen we daar nieuwe vaten laten groeien, zodat mensen geen klachten meer hebben. En de afgelopen acht jaar, heb ik gewerkt aan het maken van bloedvaten. Het maken van bloedvaten uit niks. Uit cellen en materialen. Dit is Eva, kunt u wel zien. Eva heeft een hart. En Eva heeft veel gerookt in haar leven. Ze is niet zo dik, maar ze heeft wel veel gerookt. En ze heeft een familiaire aanleg om aderverkalking te krijgen. En die krijgen ze meestal in de kransslagaderen. Dit is het hart van Eva. En het hart moet altijd heel erg hard werken, hè? Moet altijd arbeid leveren. Dus heeft heel veel bloedvoorziening nodig. Dat komt van deze kransslagaderen. Die gaan de spier in van het hart. Deze kransslagaderen. En dit zijn nou uitgerekend de plekken waar heel vaak aderverkalking optreedt. En als daar aderverkalking optreedt, dan vernauwt dat vat zich. Komt er onvoldoende bloed in die spier. En die spier die krijgt een zuurstoftekort en dat voel je, dat doet pijn. Dus krijg je pijn op de borst bij inspanning. Want bij inspanning heeft dat hart meer bloed nodig. Dus als die inspanning gaat leveren, dan pas krijgt hij pijn. Dus pijn op de borst bij inspanning. Heel veel mensen hebben dat. Het is heel vervelend. Hè. Kun je geen trappen meer oplopen of tegen de wind in fietsen. En daar hebben we een behandeling voor. De meest voorkomende behandeling is eigenlijk om te dotteren, zal ik maar zeggen. Vroeger werd dat dotteren genoemd naar Charles Dotter, die methode heeft uitgevonden. Tegenwoordig wordt dat PCI genoemd, Percutaneous Coronary Intervention. Omdat we niet alleen maar meer een ballon opblazen, maar meestal ook een metalen buisje achterlaten. We hebben een klein filmpje om dat te laten zien. Hier ziet u zo'n kransslagader. En die is vernauwd door aderverkalking. Kan ook in de benen optreden. Dan wordt zo'n katheter wordt helemaal opgevoerd tot aan het begin van de kransslagader. Wordt er een buisje, eerst een draadje opgevoerd. Dat gele, dat is de aderverkalking. U ziet hier ook al dat die wand van die bloedvaten uit een paar lagen bestaat. Hier wordt de ballon opgevoerd. Als u heel goed kijkt, ziet u op die ballon een soort van kippengaasje. Die ballon wordt opgeblazen met 8 atmosfeer. Dus die wand die wordt opengeperst. Vandaar die beschadiging van die wand. En dat kippengaasje wordt achtergelaten, zodat die wand niet terug kan veren. Dan wordt de ballon verwijderd. En is het bloedvat weer netjes open en heeft iemand geen pijn op de borst meer. Prachtige behandeling, wordt heel veel uitgevoerd in Nederland. En heeft, vermoeden wij, ertoe geleid dat op dit ogenblik
hart- en vaatziekten niet meer doodsoorzaak nummer 1 zijn, maar nummer 2. Kanker is nu nummer 1. Je moet ergens aan doodgaan. Dat is een prachtige behandeling. Maar als je nou heel veel van dit soort vaten verstopt hebt, daar heeft u ook wel van gehoord, dan wordt er een omleidingsoperatie gedaan. Dan ga je naar de chirurg, borstkas opengemaakt en dan worden de omleidingen om die vernauwing gemaakt. In de eerste keer dat dat gebeurt, worden de slagaderen aan de binnenkant van de borstwand gebruikt. Die zijn eigenlijk het beste daarvoor. Die hebben om een of andere reden ook nooit aderverkalking. Krijgen dat wel later als kransvaten moeten gaan functioneren. Of er worden vaten uit de benen gebruikt. En dat werkt allemaal prima. Die vaten die gaan 10, 15 jaar lang mee. Wat het probleem nou is, het luxe probleem eigenlijk, is dat deze mensen tegenwoordig zo lang overleven, het gaat zo goed met die mensen, dat ze 10, 15 jaar later weer opnieuw een vernauwing krijgen. Nu in die beenvaten die in het hart zitten of in die borstvaten die nu naar het hart toe gaan. En dan moeten ze opnieuw geopereerd worden. En soms zelfs een derde keer. En dan heb je geen bloedvaten meer. Dus dan moet je iets anders. Nou, kun je kunstvaten nemen. Die kunstvaten die doen het niet goed. Die zijn echt niet heel erg succesvol. Die gaan nog veel sneller dichtzitten dan die eigen bloedvaten. Dus wij hebben gedacht, wij gaan bloedvaten maken van die patiënten. We nemen cellen af van die patiënten. Dat kan. Je kan een klein bloedvaatje afnemen van patiënten die ze toch niet nodig hebben. Dan haal je daar de cellen uit. En vervolgens neem je een materiaal. Dat is dit materiaal. Ik moet het er even uitzien te krijgen, want het is nogal statisch. Dit materiaal is in Eindhoven gemaakt aan de Technische Universiteit. Dat is een heel klein buisje. Dit is maar 3 centimeter lang, dus dat is alleen maar een testbuisje. Het lijkt een beetje op vilt, maar het is een materiaal waar cellen goed op kunnen groeien en in kunnen groeien. En wat uiteindelijk afgebroken wordt, zodat na verloop van tijd er niks meer aanwezig is. En dan blijft alleen maar die buis van die cellen blijft over. En dat vormt dan het bloedvat. Dus je neemt die cellen af van die patiënt. Je laat die, we hebben al gezien dat die cellen kunnen gewoon vermenigvuldigen. Bloedvatcellen zijn heel speciaal, zijn eigenlijk een soort stamcellen. Die kunnen vrij goed delen en vrij goed ook weer cellen vormen, nieuwe cellen vormen. En we kunnen die dus gebruiken om in zo'n materiaal te brengen en dan een bloedvat te maken. Dan moet je het nog een tijdje kweken. Ze moeten aan heel veel verschillende voorwaarden voldoen. Zo'n vat moet tamelijk stevig zijn. U weet allemaal, de bloeddruk is ongeveer 120 mm kwik, hè? Gemiddeld 90 mm kwik. Onze bloedvaten, om een of andere reden die ik nooit begrepen heb, kunnen een druk van 3000 mm kwik aan. 25 keer zoveel als nodig. Er zit een enorme reservecapaciteit in. Als wij bloedvaten maken die 500 mm kwik aan kunnen, wat meer dan de bloeddruk is die ooit gaan zien, en we implanteren die, gaat het allemaal mis. Dus kennelijk hebben we die reservecapaciteit nodig. Dus je moet ze heel stevig maken, je moet ze een tijdje laten groeien. Ze moeten een hele speciale binnenbekleding hebben. Bloed is een mooie vloeistof, want transporteert zuurstof en voedingsmiddelen en nou, prachtig. Maar het vervelende is, zodra die met iets anders in aanraking komt, stolt het. Dat is fijn voor ons, want dan bloeden we niet dood als we een wondje hebben. Maar het is wel onhandig als je zo'n weefsel maakt, als daar bloed in gaat stollen. Dus die binnenbekleding die moeten we heel speciaal maken van die speciale cellen van die binnenbekleding van de wand. Die zorgen dat dat bloed niet stolt. Verder moeten bloedvaten natuurlijk kunnen samenknijpen en ze moeten kunnen ontspannen. Dat is nodig omdat, ga maar na, als je een bloedvat naar een spier hebt. Het maakt nogal uit of je in bed ligt of hier rustig naar een college zit te luisteren. Of dat je de marathon aan het lopen bent. Als je de marathon aan het lopen bent, moet er ineens 6 keer zoveel bloed door die vaten. En dan kunnen ze maar beter een beetje wijder worden. Dus die moeten voortdurend samentrekken en wijder worden. Om te zorgen dat de stroom naar het orgaan precies overeenkomstig de behoefte van dat orgaan is.
Goed, we kunnen dat doen door ze te kweken in een omgeving waarbij we zowel die stroom aan kunnen bieden en druk aan kunnen bieden, zodat ze geleidelijk aan zelf weefsel gaan maken. En ze zo stevig worden dat ze net zo stevig zijn als de bloedvaten in ons lichaam. En we kunnen testen dat die binnenste laag, als we daar voortdurend stroom langs laten gaan, of die inderdaad die eigenschap gaat vertonen om bloedstolling tegen te gaan. Dus dat zijn belangrijke voorwaarden. Het is ingewikkeld om te doen, maar het is mogelijk. Op dit ogenblik wordt dit gedaan en worden dit soort vaten in mensen geïmplanteerd, nog steeds in onderzoeksomstandigheden. Dus als u morgen mij e-mailt, zegt van doe mij zo'n vat voor mijn oma, dan gaat dat even niet, want dat is nog steeds in hele gespecialiseerde onderzoeksomgevingen. Het is wel nog steeds heel erg ingewikkeld om die cellen daarin te krijgen. Een van de problemen bijvoorbeeld is dat je, als je een hartinfarct hebt, dan heb je niet een paar weken de tijd om te wachten totdat dat bloedvat klaar is. Dan wil je dat eigenlijk meteen hebben. Dus we zijn nu aan het zoeken naar manieren om te zorgen dat we die bloedvaten alvast van tevoren kunnen maken en je ze gewoon op de plank hebt liggen op het moment dat een patiënt ze nodig hebt. Eén methode daarvoor, en daar hebben we net een heel groot onderzoek aan besteed, is om te kijken of je die cellen eigenlijk wel nodig hebt. Of je dat niet alleen met dat biomateriaal kan en de cellen tijdens dat het in het lichaam zit, die cellen erin kunt laten groeien. Goed, een ander voorbeeld van het maken van weefsel. De meeste organen die we hebben bestaan uit heel veel verschillende soorten cellen en zitten ingewikkeld in elkaar. Dus het is nog niet zo eenvoudig. Een heel belangrijk orgaantje, wat nogal eens wat problemen veroorzaakt, dat zit hier in dit orgaan. Dit is de alvleesklier. Ik weet niet of u hem kunt zien, dit bruine ding. Dit is de alvleesklier. En die heeft allerlei functies, maar een van de functies is dat die de eilandjes van Langerhans huisvest. En de eilandjes van Langerhans zijn gespecialiseerde cellen, kleine klompjes cellen, die maken insuline. En insuline zorgt ervoor dat we geen suikerziekte hebben. Als we geen insuline hebben, krijgen we wel suikerziekte. Er zijn twee verschillende typen suikerziekte. Eén die doordat je gewoon te veel eet en te dik bent en die eilandjes van Langerhans het gewoon niet bij kunnen benen. Dat is meestal bij dikke mensen op latere leeftijd. Maar er is ook een groep jonge mensen, ongeveer 20, of jonger nog, tussen de 10 en de 20, soms nog jonger, die een soort van afweerreactie tegen hun eigen eilandjes hebben. En die eilandjes afbreken, maken ze geen insuline meer, moeten hun leven lang insuline spuiten. Nou, dat is een vrij eenvoudige structuur die eigenlijk geen echte omgeving nodig heeft. Hij moet alleen in de buurt van bloedvaten zitten. Dus een van de toepassingen is om die eilandjescellen te maken en die in te spuiten in de lever of zelfs onder de huid, zodat ze in feite gewoon dezelfde functie hebben als de eilandjes van Langerhans, zoals die in de alvleesklier zitten. Dat maakt eigenlijk niet uit waar die dingen zitten. Goed, dus er zijn heel veel toepassingen van. Het is nog steeds ingewikkeld. Hè? Sommige organen zijn ingewikkelder dan andere. De functie moet precies goed zijn. Als je denkt aan het hart bijvoorbeeld, moet precies die cellen die je daar inbrengt, of dat stukje orgaan wat je inbrengt, moet precies hetzelfde kloppen als de rest. Moet voldoende stevig zijn, zodat het niet klapt. Dus er zijn allerlei eisen aan dit soort functies. Dus het is tamelijk ingewikkeld. Op dit moment, in Nederland zijn we er heel goed in, zijn we heel succesvol in het maken van kleppen, hartkleppen, bot. En er wordt tegenwoordig gewerkt aan een toepassing van een kunstnier. Allemaal nog experimenteel, nog niet meteen toepasbaar, maar ik denk dat in de komende 10, 20 jaar we daar allerlei toepassingen van gaan zien. En dat zou dus een enorm voordeel hebben. We kunnen dus deze ingewikkelde organen en weefsels in theorie maken. Ingewikkeld. We kunnen het ook nog toepassen voor iets eenvoudigers. Bijvoorbeeld voedsel. En dat is precies wat ik de afgelopen 3 jaar gedaan heb. En daar ga ik het in het volgende college over hebben.